Daar zit je te vertellen, met die fonkelende ogen in dat zachte gelaat. En dan die zoetgevoiste klank en die goed gekozen woorden. God, wat maak je toch veel mensen kwaad. Zo strijd je voor die vrouwen in een ongelijk systeem waar je deel van bent geweest. Maar verdeling zou je zaaien, of voelt degene die dat vindt nog de onderbuik het meest? Ben je een held of een paria, afvallige of illegaal? Ben je echt zo radicaal? Of is de waarheid soms te hard voor onze oren? Zijn die krassen in jouw lijf het bewijs van jouw gelijk, waarvan wij niets willen horen? De geestelijke dwang aan den lijve ondervonden, gooide jij wat je geloofde overboord om in vrijheid te leven. Maar hier zit je dan gevangen in de vrouwenvleugel van het vrije woord. Jij kent heus de nuance, maar voor het einde van je zin ontvang je al een lading aan kritiek. Ook wij misten onze kans, want verder dan gezeur over je naam kwamen we niet. Ben je een held of een paria, afvallige of illegaal? Ben je echt zo radicaal? Of is de waarheid soms te hard voor onze oren? Zijn die krassen in je lijf het bewijs van jouw gelijk, waarvan wij niets willen horen? Ah ja, jij bent niet van steen. Wat doet het met jou om altijd te leven met een schild om je heen? Oh, Aya, toch lijk je niet bang. Of is de drang om te praten groter dan jouw angst? Ben je een held of een paria, afvalliger of illegaal? Ben je echt zo radicaal? Of is de waarheid soms te hard voor onze oren? Zijn die krassen in jouw lijf het bewijs van jouw gelijk, waarvan wij niets willen horen?